Wat betekent deze conferentie voor jullie? Inspireren. Doe je een gemeenschap. Gezelligheid en nieuwe vrienden maken. Nieuwe vriendschappen, nieuwe inzichten en heel veel vreugde. Dienstbaarheid, liefde en heel veel lieve vrienden. Geleid door uiteindelijke liefde in relatie met het goddelijke, ontplooien van volwassenheid. Op dit pad, die we samen bewandelen, zien we de bloemen staan. Wat nou als we kleur achterwege laten, vooroordelen de deur wijzen, vergeten wat ons van jongs af aan aangeleerd wordt? Wat nou als we op zoek gaan naar gelijkenissen, op zoek gaan naar de eenheid, op zoek gaan naar... Het geeft ons allemaal één gevoel, zo dit. En de regen geeft ons één bewegingsprikkels. Iedereen is gelijk. Dat moet ook zo behandeld worden. Wat betekent deze conferentie voor jou? Verbinden en inspireren. Een omgeving waarin iedereen kan een plek om nieuwe vriendschappen op te bouwen. Steeds meer samenwerken. Samen zingen, samen dansen, samen eten en samen praten. Veel nieuwe mensen ontmoeten. Voor mij heel vreugd. Heel verbindend en inspirerend. Gezellig samen zijn, lekker eten, nieuwe vrienden, blij zijn. Voor mij betekent het dat ik één van de velen ben die wil leren. En er is zoveel te leren met elkaar. Dat vind ik echt heel gaaf. Vreugde. Liefde, enthousiasme en inspiratie.